Johan van Leeuwen van de versmarkt Viventra breidt zijn dienstverlening uit naar Putten en Harderwijk. De winkel is verkoper van Food Connect, een bedrijf in kant-en-klare maaltijden. Deze versmaaltijden kan men in diverse samenstellingen bestellen. Via de webshop. Gemeente Ermelo hield 4 januari haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Nadat de vele belangstellenden burgemeester André Baars de hand geschud hadden en elkaar een voorspoedig 2016 had gewenst, hield burgemeester Baars zijn traditionele nieuwjaarstoespraak. Dames en heren, de overgang van 2015 naar 2016 is in Ermelo rustig verlopen en daarmee een prachtig feest geweest. Terugkijkend kunnen we zeggen dat Ermelo in 2015 gespaard gebleven is van grote incidenten en we wensen dat dat natuurlijk voor 2016 ook zo blijft. In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in Ermelo. Vorig jaar stonden we rond deze tijd aan het begin van de 3 grote decentralisatieopdrachten. Nu, een jaar later, kunnen we stellen dat het in Ermelo goed is verlopen. De verantwoordelijke wethouders en ambtenaren hebben een forse klus goed laten verlopen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, maar ook daar wordt continu aan gewerkt. De uitvoering van het collegeprogramma is het afgelopen jaar goed op stoom gekomen. Was het eerste half jaar vooral plannen maken en uitwerken in 2015, hebben we de eerste resultaten van deze plannen kunnen zien. Deze resultaten zullen in 2016 nog meer zichtbaar worden. Zo zal er een begin gemaakt worden met de werkzaamheden ter verbetering van de verkeersdoorstroming bij de westelijke rondweg. Als eerste zal voor de fietsers een gedeelte vrijliggend fietspad gerealiseerd worden. Ook de voorbereiding en de mogelijke uitvoering van het verbeteren van het gevaarlijke groene kruispunt zal ter hand worden genomen. En dit jaar zullen de werkzaamheden van de Stationsstraat gereed komen. Hiermee wordt een voor Ermelo groot project opgeleverd. En dat het mooi wordt, kunnen we al goed zien. De vernieuwing in het centrum stopt echter niet. Want eind 2015 hebben we de eerste contracten getekend voor de renovatie van de gebouwen aan de markt. En nu nog een ongewenste achterkantsituatie, straks een mooie Venuwse gevel met appartementen en winkels. Kortom, ook in 2016 gaat de dynamiek in Ermelo verder. 2015 was ook het jaar dat in deze wereld duizenden mensen op drift geraakt zijn. De Raad van Ermelo heeft duidelijk unaniem uitgesproken dat deze gastvrije zorggemeente ook hier haar verantwoordelijkheid dient te nemen en wil nemen. Het zal duidelijk zijn dat in 2016 ook in Ermelo plaats zal zijn om deze mensen op te vangen. In een zorgzame samenleving die Ermelo is, hoort dat ook zeker te kunnen en rekenen we op steun van onze inwoners. Dames en heren, Ermelo buitenleven is het thema van deze nieuwjaarsreceptie. Deze nieuwjaarsreceptie, die opnieuw een succes is dankzij de vele vrijwilligers en in het bijzonder Jan Reijerink en Dick Kranen, die hier dagen druk mee zijn geweest
En natuurlijk dankzij de aanwezige standhouders. Ermelo Buitenleven is ons promotiemotto voor de vele gasten die Ermelo jaarlijks bezoeken. Of dit nu als dagjesbezoeker is voor onze mooie bossen, de heidevelden of de schaapskooi, of een gast is van een van de vele campings, waaronder 2 5-sterrendragers. Of van een van onze hotels, waar zelfs bij sterren gegeten kan worden. Maar ook de bezoekers van de paardensportwedstrijden bij de KNAS. Zoals dit jaar zelfs de WK-dressuur voor jonge paarden. WK staat voor wereldkampioenschappen. Dat betekent dus dat uit alle landen in de wereld deelnemers naar Ermelo toe komen. Ermelo in Nederland, want we hebben ook Ermelo in Canada, ook in Zuid-Afrika en in Portugal. Maar het is echt Ermelo in Nederland, waar deze deelnemers dus op wereldkampioenschapniveau dressuur met jonge paarden uitoefenen. Ook voor u als inwoners van Ermelo is dat evenement toegankelijk. Ga gerust eens kijken, u weet niet wat u ziet. Het is echt prachtig. Iedere inwoner of gast kan dagelijks de kwaliteiten van het buitenleven ervaren. Laten we ook in 2016 met elkaar dit blijven waarderen en uitbouwen. Dit kan niemand alleen. Hier hebben we elkaar hard voor nodig. Ik rond dan ook af met de wens dat u allen een mooi jaar mag hebben. In goede gezondheid en met veel vreugde. Dit alles onder Gods zegen. Ik stel voor dat we op 2016 nu eerst gezamenlijk een toast uitbrengen. Ik hoop dat u inmiddels allemaal een glaasje heeft. Heeft u dat niet? Ja, dan heeft u pech dat u niet langs de horeca gelopen bent. Want het is nog een poosje gratis. Proost op 2016.